Je kunt natuurlijk niet zomaar in iemand zijn hersenen snijden. Daar zit een deel van je persoonlijkheid, daar zitten je geheugens, daar zitten al je functies. Nou, en wat deze onderzoekers hebben onderzocht en hebben gevonden, is dat je eigenlijk hersencellen kunt maken. En dat kun je maken van verschillende andere cellen die je in je lichaam hebt, waar we wel bij kunnen. Bijvoorbeeld dus bij je huid. Oké. Want wat wij nu doen in het lab is dat we huidbiopten afnemen, een stukje van de huid. En dat kun je opgroeien in een petrischaaltje in het laboratorium. Mm-hmm. En door die techniek toe te passen, veranderen we die huidcellen in zo'n petrischaaltje naar stamcellen. We hebben daar volgens mij beeldmateriaal van. Jou met een hele grote pipet in de weer zien. Kun je uitleggen wat hier gebeurt? Ja. Een stamcel is eigenlijk dezelfde soort celtype die je vindt in het ontwikkelende embryo in de baarmoeder. Oh ja, dus dat zijn... die kan nog van alles worden. Precies, die kunt nog van alles worden. Kijk, elke cel heeft DNA. En DNA bestaat uit genen. En een bepaald celtype is dat celtype als het de genen aan heeft staan die typisch zijn. Ja. Dus in een stamcel staan de genen aan die zorgen dat zo'n cel een stamcel is. In een huidcel staan de genen aan die ervoor zorgen dat het zich gedraagt als een huidcel. En wat wij dus manipuleren en waar dus die Nobelprijs voor is uitgegeven, is om dat trucje uit te vinden op moleculair niveau, dat je dus eigenlijk een ander programma aanzet. Kun je uitleggen wat daar zo belangrijk aan is? En dat je wil niet gewoon een hersencel hebben, maar je wil bijvoorbeeld die van mij of die, als je op zoek gaat naar erfelijke ziektes volgens mij, hè? Wat juist nou zo bijzonder is aan deze techniek, is dat je een hersencel kunt maken van welk celtype je ook maar in handen hebt. En hier gaat alles om DNA. Want jouw DNA is anders dan van iemand hier in de zaal, maar dus ook van iemand die bijvoorbeeld een mutatie heeft in zijn DNA en daardoor ziek wordt. Ja. En dat is wat het zo bijzonder maakt. Als wij bij jou een huidbiopt zouden nemen, dan draagt die cel jouw DNA. Dat betekent dat als we daar een hersencel van maken, is het in essentie een model van hoe de hersencellen in jouw hersenen eruit zien. Ja. En wat leer je dan? Of wat hoop je te leren met dit onderzoek? Nou, waar je eigenlijk naar gaat kijken is wat er dus op celniveau gebeurt. Zo'n cel is eigenlijk een minifabriekje. Daar vinden allerlei chemische processen plaats. En we denken dus dat bij ziektes als schizofrenie, autisme, er iets misgaat op dat moleculaire en cellulaire niveau. Er gaat iets mis in die fabriekjes. Dus je moet gaan kijken naar die cellen. En wat we dan doen is, daar hebben we allerlei technieken voor in het lab. Van, goh, zijn die nou anders actief? Hebben die bepaalde enzymen en stoffen in zo'n celletje die op een ander level zitten dan op gezonde cellen? En zo proberen we dus naar verschillen te kijken. Ja. En hopelijk geeft dat... En daar kun je de afwijkingen dan eindelijk zien, hè, die zich normaal binnen die schedel afspelen. Zeker. Gaan we ook een beetje de kant op dat je op een gegeven moment... Hè, er zijn volgens mij wetenschappers die daar een beetje mee bezig zijn, om ook die hersenen langzaam te gaan nabouwen. Ja. Gaat dat gebeuren? Zo ja, wanneer dan? En is dat niet mega eng? Het is spannend, dat zeker. Hersenwetenschappers, neurowetenschappers nu al doen, is om klompjes van cellen te maken. Ja. En wat we net zagen op het videootje, dat is 2D, is plat, ja, van een celkweek. Maar je kunt ook aan 3D, net zoals hier wat je ziet, aan 3D-kweekjes gaan denken. Onze hersenen hebben een 3D-formaat, het is niet plat. Dus dat betekent dat bepaalde cellen en delen met elkaar op een bepaalde manier verbonden zijn, die je in zo'n 3D-kweek misschien wel kunt recapituleren. En wat heb je daaraan? Nou, dan heb je dus bijvoorbeeld communicatie tussen twee hersendelen. Bijvoorbeeld de linkerkant en de rechterkant van, dit noemen we dan een organoid. Mm-hmm. Die dan met elkaar communiceren. En dat lijkt veel meer op wat er echt in het brein gebeurt. Ja, en dan kun je daar dan ook bijvoorbeeld medicijnen op gaan testen of zo? Of? Zeker, ja. Nou hadden wij laatst hier Christen Zeeuw aan tafel. Collega van jou, hoogleraar aan het Erasmus MC. En die zei ook, hè, we weten eigenlijk gewoon nog helemaal niet zo goed wat nou een gedachte is, wat concentratie is, wat bewustzijn is ook. Wanneer wordt zo'n cel of zo'n klompje cellen, wanneer wordt dat iets van bewustzijn? Ja, geen idee. Dat is iets wat we allemaal met elkaar moeten gaan ontdekken. Zit daar een ethische commissie op een gegeven moment die dan zegt, oh, nu moet je kappen, want... Tot nu toe is dat nog niet het geval geweest, maar er beginnen nu wat stemmen te komen uit die wereld. Dat als we echt van die klompjes gaan maken met meerdere cellen en structuur, en cellen die met elkaar communiceren, ja, wanneer wordt het nou een gedachte? Wanneer wordt het nou iets wat misschien wel voor zichzelf kan nadenken? Wat is dat nadenken überhaupt dan? Ja. Dus dat zijn vragen die we met z'n allen moeten gaan beantwoorden in de komende tijd. Ja, vooralsnog ben jij
jij niet bezig met die vragen, maar bijvoorbeeld met hoe zien dan hersenziektes eruit en hoe kun je daar ook mogelijk op ingrijpen. Als je jouw onderzoek doortrekt de komende jaren, wat hoop je, wat zijn de eerste vruchten die hiervan geplukt kunnen gaan worden door mensen die bijvoorbeeld ziek zijn of een erfelijke aandoening in de familie hebben? We hopen meer inzicht te krijgen in wat het nou is dat er misgaat op moleculair en cellulair niveau, mm-hmm, bij van die heftige psychiatrische ziektes. En je ziet dat heel veel mensen in de wereld dat doen, maar we vinden allemaal verschillende dingen. En er komt waarschijnlijk een punt dat we het allemaal ergens naartoe zien gaan. Nou, en welke ziekte hebben we dan als eerste genezen? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat in de psychiatrische ziektes het ook een spectrum is. Mm-hmm. En we zullen daar misschien niet te diep op ingaan, maar ook voor psychiaters is het heel moeilijk om eigenlijk te klassificeren wat iemand heeft. En dat heeft juist te maken met dat wij, die op het lab werken, ook niet... Alleen dat al in kaart brengen is al een eerste winst van wat uit dit onderzoek kan komen. Okay. Zeker. Dank dat je was om hierover te praten. Shashini Munshi, dank je wel. Ja.